Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. In het algemeen trekken er veel wolken over Nederland. Voor opklaring is weinig ruimte. En uit de wolken valt van tijd tot tijd ook wat lichte neerslag. Vanochtend is het al zeer zacht, 11 tot 13 graden. En het waait flink, vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. Vanmiddag loopt de temperatuur nog wat verder op en halen we een maximumwaarde van 14 tot 16 graden. Bewolking blijft overheersen en af en toe valt er wat lichte regen. En de wind begint voorzichtig al wat toe te nemen, met name in de kustgebieden. In de avond neemt de wind verder toe, tot minimaal stormachtig en mogelijk zelfs tot storm. Windkracht 8 tot 9, de windpiek ligt net na middernacht. Ook vanavond is het nog zeer zacht. Morgen hebben we temperaturen van 11 tot 13 graden. In de loop van de ochtend neemt de wind langzaam wat af. En eh, de bewolking blijft overheersen met van tijd tot tijd ook regenachtig weer. Er zijn best wel wat drogere perioden, net als donderdag en vrijdag. Donderdag is het nog zeer zacht. Vrijdag gaat de temperatuur flink omlaag. Er wordt koudere lucht aangevoerd. En in het weekeinde doen we het overdag met temperaturen van 7 graden op de zaterdag. En zondag is het zelfs nog wat kouder. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.